Welkom in onze nieuwe grote nachtwacht. En zoals je ziet is hier nog heel veel werk. Dit wordt echt een circulaire store, concept store, waar dat verschillende circulaire activiteiten onder één dak gaan plaatsvinden. Ik vind het prachtig als ik het nu zie. Ik was al eens komen kijken voor het raam. Maar ik denk dat het hier veel meer mogelijk is en gezelliger gaat zijn voor de mensen. Want in de Dienstenstraat was het zo'n koker en stond ongelooflijk vol met materiaal. Today I wanted to take industrial vacuum cleaner to clean up the stuff which we grew up in our home. So I'm just waiting for it to arrive. Oké, erg bedankt om het terug te brengen. Shall I take it? You can take it! Thank you. See you, bye! Bye. It's a hot topic lately, the circular economy. I think many people have to realize that we cannot continue buying and throwing things really early in the lifetime of the tool. Als je leert hoe je dingen kunt herstellen, als je leert hoe je dingen als gereedschappen samen kunt gebruiken, dan leer je eigenlijk op een heel vanzelfsprekende manier wat circulaire economie is. Daarvoor zoeken we eigenlijk jullie steun. Mensen kunnen ons op verschillende manieren steunen. Door mee te komen helpen, door mee als vrijwilliger mee te werken in de toekomst, door een workshop te organiseren. Ja, en natuurlijk ook door ons financieel te steunen, want verbouwen kost geld en zo'n pand huren kost ook geld.